Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekt bewolking over het noorden van het land en er liggen ook wel wolkenvelden over het zuidwesten. Maar verder zijn er gebieden waar het vrij helder is. Het is ook koud in de ochtend, vriest het op veel plaatsen nog licht. Maar in de middag gaan de temperaturen wel omhoog. Misschien dat er in het noorden nog een enkel wintersbuitje valt. Verder is het op de meeste plaatsen droog. En vanmiddag is er een mix van zon en wolkenvelden. De zon heeft niet overal een even groot aandeel. En de temperaturen uiteindelijk zo'n 4 of 5 graden. Er staat een zwakke wind uit een zuidelijke richting. De wind gaat in de avond voorzichtig al wat draaien naar het zuidoosten. Nog steeds een mix van opklaringen en wolkenvelden. En al snel liggen de temperaturen in de buurt van het vriespunt. In de nacht vriest het op de meeste plaatsen een aantal graden. Morgen dan nog steeds vrij veel wolkenvelden, maar het is wel op de meeste plaatsen droog. De wind draait naar het zuidoosten, is zwak tot matig. En als de zon af en toe schijnt, weet de temperatuur op te lopen naar 2 tot 3 graden. Zondag en maandag is er duidelijk veel meer ruimte voor de zon. Overdag een graad of drie, in de nacht lichte tot matige vorst. En ook dinsdag hebben we dat soort weer, met heel misschien een wintersbuitje in het westen van het land. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.